natuurlijk graag over Knecht heen in dat klassement. En dat is mogelijk. Kwak, Hamlin, Lee, Chou, Courmayeur, An, Fatoulin en Bikanov. 8 mannen op het ijs in een strijd om 2 dingen. De overwinning hier en de eindzege in de wereldbeker. En die kan hij alleen pakken. Dat is een papieren strijd tussen een man die gekneusd en verdoofd in het ziekenhuis ligt. En een Koreaanse geweldenaar die hier klaar staat met zijn bril in zijn mond. Jung-Chi Kwak, 1, 2 of 3. Dan heeft hij de wereldbeker ten koste van Sikki Knecht binnen. Wellicht weet u het, hij kent Nederland goed. Hij is hier aan het revalideren geweest toen hij weer eens geblesseerd was een paar jaar geleden. Jung-Chi Kwak, onder leiding van Otter. Hij trainde vaak met Knecht. Het zijn goede maatjes. Maar op dit moment zijn het aardsrivalen. Dan hebben we François Hamlin gezien. Jung-Soo Lee. Dat is die tweevoudig Olympisch kampioen van 6 jaar geleden. Vancouver. Nu is hij, ja, met alle respect, een beetje een meerijder. Je ziet hem niet vaak in finales. Maar hij wordt wel telkens iets beter. Daarachter Chou. Uit China. Maar hier komt hij. Een van de smaakmakers. Dit is echt een attractief rijdende Chinees. Die Kai An. Hij fopte net Fatoulin met die passeerbeweging. Maar Fatoulin is er wel bij. Doordat er een penalty werd uitgedeeld aan Elie Stratov in de tweede halve finale. En dan is er ook nog over meetrainen met Otter gesproken. Bikanov, Israël. Nou, dit had het moment moeten zijn. 4:15 zaterdagmiddag. Maar het wordt anders. Maar het wordt hoe dan ook spannend. En wellicht ook weer bloedstollend. Kwak aan de binnenkant. Van start gegaan. Met als doel de derde plaats. Of beter. In deze finale op de 1500 meter. Met 7 andere kapers op de kust. En die willen allemaal deze afstand winnen. En velen daarvan zijn ertoe in staat. Hoewel Kwak natuurlijk wel een klasse beter is. En dit is precies wat Bikanov een jaar geleden deed in de superfinale op het Europees kampioenschap. En hier wil hij toch op een of andere manier zijn maatje Knecht een hart onder de riem steken. Bikanov deed het vorig jaar. Stond hij ergens laag in de top 10. Mocht hij net de superfinale rijden op het Europees kampioenschap. En op deze manier dulde hij het pak. En toen pakte hij de overwinning op die afstand. En Breelsma staat langs de kant. Heel fanatiek om aan te moedigen. Kom op, Vlad. Pak hem. Zet hem op een ronde. Kijk, daarmee is zijn diepunt al weg. En Otter geeft een high five aan Kip Carpenter. En ze zijn allemaal blij. Maar rekenen ze goed. Rekenen en shorttrack. Het is een heel ingewikkeld huwelijk. Maar de Nederlanders staan allemaal langs de kant. Schulting is erbij gekomen. Ze staan allemaal nu heel geïnteresseerd te kijken hoe Bikanov deze race nu eigenlijk al naar zich toe getrokken heeft. Met een geweldige krachtsinspanning. Alles wat hij rijdt, op de achterste man na, heeft een ronde achterstand. Maar is het genoeg? Want het is ingewikkeld, zo'n klassement. Dat vertel ik u nu even. De beste 6 optredens tellen. Nu komt Kwak naar voren. Volgens de berekeningen die talloze malen opnieuw zijn gedaan, volstaat een derde plaats voor hem nu. Om alsnog dan de wereldbeker Knecht te ontnemen. Breelsma moedigt de Israëliër aan, want die moeten nu af. Breelsma staat langs de kant met zijn krukken en zijn net geopereerde knie. Tempo gaat omhoog. 2 rondes nog voor de man die er afgereden is. Maar dat gaat hij redden. Ze gaan hem niet meer terugpakken. Bikanov pakt hier volslagen verrassend de overwinning op de 1500 meter in Dordrecht. Valpartij François Hamlin intussen. Het wordt hier heel erg penibel allemaal. Want Bikanov gaat nu over de streep, pakt de overwinning en wordt luid toegejuicht door alle Nederlandse shorttrekkers langs de kant. Kwak is tweede en pakt de wereldbeker. En op 3, Jung-Soo Lee. Kwak pakt de wereldbeker, hoor, absoluut. Hij heeft hem binnen. En de Nederlanders zijn vooral blij omdat ze Bikanov ook kennen. En ze gunnen hem dit. Hij heeft veel met ze meegetraind. En hij heeft hier een heel mooi staaltje shorttrek laten zien. Dat was het vooral wat hier zo bejubeld werd. Mooie stunt. Heb ik 1 keer eerder gezien dit jaar. Was een wereldbeker
of twee geleden. Toen werd er ook zo'n nieuwe Chinees naar voren geschoven. Ren, en die deed hetzelfde. Die reed gewoon naar voren. En die deed het op dezelfde manier. Die hield stand. Kijk, hij profiteert van de tactiek. Er waren wat Canadezen, wat Chinezen, Zuid-Koreanen. Die kijken allemaal naar elkaar. En de Israëliër is vertrokken. En die pakt een wereldbekeroverwinning. In Dordrecht, in het land waarin hij heel veel onder leiding van Jeroen Otter getraind heeft. En dan was er ook nog te vroeg juichen. Dat hebben we ook gezien in alle commotie. Want een van de Chinezen hoorde dan een bel. En die dacht dat hij voor hem was. Maar die was toch echt voor deze man. Voor Vlad Bikanov. Geboren in Oekraïne. Maar daar woont hij al heel lang niet meer. Hij heeft de wereldbeker binnen. $5000 voor hem als het allemaal goedgekeurd wordt. Er is dan natuurlijk wel iets aan de hand. En dat gebeurt. Binnen in die bocht. Bikanov en Sees Juffermans. Sees geniet ook van dit staaltje. Het is een andere manier van spektakel. Maar indrukwekkend was het wel. 2, de man links. Yoon-ji Kwak. En 3, daar is er weer eens een medaille voor de tweevoudig Olympisch kampioen van Vancouver. Voor Yong-soo Lee. Uitslag is nog niet officieel. Ik denk dat het met Kwak wel goed zit. Ik denk dat het met deze drie wel goed zit. Maar er gaat misschien nog een penalty vallen. Mooi gereden. Het perfecte moment gepakt. Want die Koreanen die wilden alleen maar 1, 2 of 3 worden. Dus die vonden het eigenlijk wel goed. Die Canadezen die wilden. Ja, dit is het. Dit is weer die Kai An. Die is een immer spektakelverzorgende Chinees. Daar komen we nu steeds meer achter. En die tikt François Hamelin onderuit. Het is de vraag of hij dat met kwade wil deed. Deze drie hebben daar niet zoveel mee te maken gehad. En gaan alle drie een medaille om de nek krijgen. Kijk hoe groot die Israëliër is. En Kwak geniet. Links. Geen wereldbeker dus voor Shinky Knecht. Maar tweede. Op de 1500 meter. Hier is de officiële uitslag. Er is geen penalty. Er is wel goud voor Bikanov. Zilver voor Yoon-ji Kwak. En brons voor Yoon-soo Lee. En Kwak wint de wereldbeker. Voor Knecht en Sejong Park. Nee, Yibon Park. Dat is de man die op de derde plaats is geëindigd. Uitstekend seizoen van de man uit Bantega. Maar ja, het is eigenlijk vreemd als je de seizoenen van Knecht, maar de jaren van Knecht. Vorig jaar pakt hij het Nederlands kampioenschap, het Europees kampioenschap, de wereldbeker overal op de relay, Knecht. Dan pakt hij het wereldkampioenschap. Dan wordt hij vader. Dan wint hij individueel eindelijk, terwijl we kijken nog een keer naar de demarrage van Bikanov. Dan wint Knecht in het najaar van 2015 zijn superjaar. En kijk hoe Breusma blij is. Dat vinden ze schitterend. Dit is een maatje van ze. In het najaar pakt Knecht ook nog de wereldbeker 1500 in Nagoya. Een individuele overwinning. En tenslotte wordt hij in 2015 ook nog sportman van het jaar. Wat een superjaar was dat voor Shinky Knecht. En dan 2016. Ik heb genoteerd, ziek op het Nederlands kampioenschap. Dan rijdt hij een EK met schoenen die niet goed zitten. Wordt hij vierde. En dat was voor hem echt ondermaats. Dan gaat hij naar Dresden en dan valt hij 3 keer. Waarbij hij pijn krijgt in de nek en in de knie. En wat er gisteren gebeurde in Dordrecht, dat is dan tot nu toe het ergste dat Knecht sportief overkwam in 2016. Tot nu toe is het absoluut niet zijn jaar. En zijn seizoen zit er ook al op. Een enorm contrast. Is hij wel zo gelukkig in Dordrecht? 2012 werd hij gefopt hier door Bastille, Shinky Knecht. 2015 werd hij dan wel Europees kampioen. Maar werd hij te grazen genomen op de aflossing door de Russen. En nu die val. Maar goed, dit is de top 3. Van de 1500 meter.
van dit weekend. Bij de mannen. Schulting brons bij de vrouwen. Brons bij de mannen gaat naar Jung Suli. En hij is feitelijk terug op de kaart. Terug van weg geweest. Draait nu denk ik twee seizoenen weer mee in de kantlijn. Maar dit is een echte uitschieter van Jung Suli. Tweede in Dordrecht. Maar wel winnaar van de wereldbeker. Jung Ji Kwak. Hij versloeg het pelotonnetje. Hij was de snelste van het sprintende veld. En hij kwam met gebalde vuist over de streep. Maar hij won niet vandaag. Want de slimste van allemaal was een man die wegglipte uit het ploegenspel. Een eenling, een Israëliër. Een uniek moment natuurlijk. Wereldbeker goud voor Israël bij het shorttrack. Vladislav Bikanov. Dit soort uitschieters, daar is hij toe in staat. Met dat krachtige lijf kan hij zo'n ronde voorsprong snel binnenhalen. Dat kost heel veel kracht en dan aansluiten en dan stand houden. Hij doet het voor de tweede keer binnen een jaar op het ijs van Dordrecht. En voor de tweede keer binnen een jaar levert hem dat een afstand zegen op. En deze is echt goud waard, want dit is de 1500 meter in wereldbekerverband. 1 Bikanov, 2 Kwak, 3 Lee en Kwak, de man links, is dan toch net voor Sienkeknecht winnaar van de wereldbeker 1500 meter 2015-2016.